Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 25 januari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteravond Married at First Sight gekeken en de irritatie kwam hard naar boven. Er is een koppel dat is net getrouwd en de moeder van deze bruid die was al heel vervelend. Dat heb ik vorige week verteld in de vlog. Maar zij zelf is ook echt super vervelend. Op een gegeven moment ging het over dieren. Hij had katten, zij had honden, maar die honden van haar, die mogen ook echt bij haar in bed slapen. Nou ja, ieder zijn ding. Ik moet er persoonlijk niet aan denken dat de katten bij mij in bed zouden komen liggen. Kan super gezellig zijn, maar ten eerste je bed ligt vol haren. Ten tweede zou het zo wezen dat ik niet zou slapen, want die katten die willen met z'n drieën tegen je aan liggen. Dus ik zou niet slapen. Dus echt, het stukje slapen is voor mij echt wel een stukje privacy waar ik de katten niet bij wil hebben. Maar nogmaals, dat is voor iedereen heel persoonlijk. Maar toen maakte zij echt zo'n opmerking van, ja, nou dan moeten de katten, die moeten maar plaatsmaken voor de honden. En toen dacht ik echt, wow, wie denk jij wel niet wie je bent? Waarom zijn jouw honden belangrijker dan zijn katten? Nou, ik als kattenliefhebber, nou, ik kon die vrouw echt wel dat ik dacht van, oh, ik mag jou niet. Ik dacht echt, wat ben jij een naar mens? Ik weet wel van wie je het hebt. Van je moeder waarschijnlijk. Nou, wat. Ik vond het zo. Ik moet haar echt niet. Ja, dat vond ik gewoon super stom. Ik heb daarna nog even een potje Fortnite gespeeld. Ging niet super goed, maar maakt niet uit. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb de foto's bewerkt. Dus wat dat betreft ben ik wel lekker bezig geweest. Toen ben ik de Chapins gaan kijken en wat ik eigenlijk ook wel heel erg grappig vind. Ik zie momenteel even een nu-melding binnenkomen. Nou, niet heel boeiend of zo. In de Chapins heeft in de echte zaak heeft zeg maar een Nederlander een hele belangrijke rol gehad bij het oprollen van deze man. Dat is Herman Knippenberg. Alleen deze rol wordt door een Brit vertolkt. En ja, die kan natuurlijk geen Nederlands. Die heeft dus wel een Nederlandse les gevolgd, maar dit schijnt niet helemaal goed te zijn gegaan. Dus zijn Nederlands komt er ook echt heel raar uit. Maar ja, ergens dacht je ook wel, oké, wel grappig. Maar dacht ik ook wel, oké, dat is wel een beetje een tegenvaller. En kijk, Knippenberg zegt hij echt op zijn Nederlands, maar dan is het echt zo van, ja, sorry dat ik kan het ook niet nadoen, maar... Het klinkt heel gek. Net of hij met een accent dat Nederlands heeft geleerd. Die paar zinnetjes die hij moet zeggen. Dus dat, ja, heel apart. Ik moest er in het begin ook wel om lachen. Maar ik dacht wel, oh, ben jij nou eigenlijk een Nederlander? Toen later, toen ik even onderzoek ben gaan doen. Toen kwam ik inderdaad achter, ja, ik moet een Nederlander zijn. Maar het was niet helemaal goed gelukt. En daarna heb ik Dr. Tienes gekeken. En ik ben dus lekker mijn boek aan het lezen die heel erg leuk is. Ik ga nu de woonkamer lekker doen. Want die moeten we eventjes gebeuren. Even goed stofzuigen en zo. En even alles weer afnemen. Dus ik ga jullie weer meenemen. Dus ik ga muziek aanzetten. En dan ga ik maar eventjes wat doen. Living life, every day. Late at night, not okay. All I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All
Nou, de boel is weer lekker schoon. Alles is weer lekker gezogen, gedweld en afgenomen. De bank heb ik ook even goed gezogen, maar elke keer liggen de katten zeg maar op de kleed, dus dat was niet zo handig. Ik dacht, de verwarming was al een beetje aangegaan toen ik opkwam en dat begreep ik niet zo goed. Hij kan nu wel een tikkeltje aan, het is nu best wel koud. Ik had hem gewoon op 15 staan, het was ook maar 15 graden, dus ik zal hem nu een tikje aandoen. Het wordt nu natuurlijk wat frisser. Zo, maar wel lekker. Ik heb nog even lekker in mijn mus gewerkt, dus dat was ook wel heel fijn. Dus dat is ook weer lekker een pagina van af. Dus dat is wel weer lekker. De katten hebben het lekker gegeten. Nu ga ik soms dan eventjes lekker relaxen. Vanavond heb je weer gewoon Merit at First Sight. Dat ga ik wel gewoon weer kijken. Dus ik ben wel weer benieuwd. Verder wil ik nog even Fortnite doen. Ik moet nog een thumbnail maken en de vlog uploaden. Ik moet even een blogpost schrijven. Muisje gaat de randjes helemaal aflikken van de bakjes. Dan ga ik weer verder met de serpent. Maar ik denk wel dat ik er bijna al doorheen ben. Oké. En vanavond ook weer Dr. Tinus, dus dat is het ook gewoon. En lekker een boek lezen. Dat wordt verder de planning ook niet heel bijzonder. Ik heb even wat dingen opgenomen. Zoals mijn huis op orde, dat vind ik dan wel even leuk. Dus maar straks is het even lekker douchen en eten ook. Want ik heb het toch best wel fris. Ondanks wel weer de twee laagjes. Ik heb wel even het shirtje verwisseld. Ik had eerst een roze shirtje aan, maar ging niet zo lekker. Dus ik heb hem even verwisseld voor een witte. De was is ook bijna klaar, dus die kan ik nog even verwerken. En dan zijn we wel weer rond voor vandaag. Ik ga dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 26 januari. Ik zit een beetje ver naar voren, want er ligt hier achter mij iemand te slapen. Op de kleed. De kleed kan weer niet van de bank. Maar ik zit nu wel recht met mijn gezicht een beetje in de zon. Dat is voor niemand heel prettig. Dus ik ga gewoon even op de bankleuning zitten. Ik heb mijn haar een keer gesteld, jongens. Ik heb de steltang er weer een keer doorheen getrokken. Vroeger deed ik dat best wel vaak. De laatste jaren eigenlijk helemaal niet meer. Ik pakte hem ook van de rek af. Toen dacht ik, die mag ook wel even een doekje gebruiken, want er zat een beetje stof op. Ondanks dat ik hem wel gewoon vaak afneem, was hij toch een beetje stoffig geworden. Dit is het resultaat. Stijler dan dit wordt het dus niet. Ik heb best wel lastig haar. Ik heb dik haar. Ik heb veel haar. Daar ben ik heel blij mee. Laat ik dat absoluut voorop stellen. Maar met stel dingen is dat gewoon niet zo handig. Ik bedoel, krullen maken met een krultang is voor mij ook echt heel lastig. Nou, iemand staat op. Fijn. Dan wordt dat hem niet gewoon fantastisch. Dit is, nou, het is stijl. Het had misschien stijler gekund, maar mijn haar houdt het gewoon op met deze stijlmodus. Ik heb gisteravond gekeken naar Merit at First Sight. Was wel weer leuk. Eerste stijl is al uit elkaar geklapt. Is geen verrassing, maar oké. Prima. Ik heb nog eventjes Fortnite gedaan. Na te zeil. Ben je al bezig met de nieuwe quest? Ik zei ja, maar ik snap er niks van. Dus dat was een beetje lastig. Daarna heb ik een thumbnail gemaakt voor de vlog. Heb ik mijn blogpost ook online gezet. En de vlog geüpload. Die staat inmiddels online. Ik kreeg net al een hele lieve reactie van een van jullie. Het was echt super leuk om te lezen. Daar word ik altijd heel blij van. En toen ben ik de serpent gaan kijken. En ik heb vanavond helaas weer de laatste aflevering. Super jammer, maar super goede serie. En daarna had ik Dr. Tinus. En mijn boek is ook alweer bijna uit. Vind ik ook wel jammer, want ik zat zo te genieten van dit boek. Maar ja, dan lees je gewoon. Ik kan best snel lezen. Ik ben best wel een snelle lezer. Ik ben vrij snel vaak door boeken heen. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor mensen. Of je ook een sneller lezer bent. Misschien doe je het juist lekker rustig aan. Dat is natuurlijk ook helemaal prima. Maar ik ben best wel een snelle lezer. Ben ik altijd al wel geweest. Vandaag op de planning. Ik heb zo'n afspraak bij de huisarts.
Ik ga sowieso ook voor mijn rug, want ik heb dus best wel veel rugklachten. En de laatste tijd ook in mijn spieren, in mijn benen en in mijn armen, dat ik er heel veel kramp in heb zitten. Maar die rug en mijn nek, het zit gewoon allemaal vast en dat doet gewoon heel veel pijn. Even kijken wat ze daarop zeggen. Daarnaast heb ik ook een gesprek over mijn medicatie. Ik slik twee soorten medicatie. Ik heb gewoon een antidepressiva. En daarnaast heb ik een pilletje voor mijn angsten. Nou heb ik in december al een brief gehad dat ze eigenlijk een gesprek wilden, omdat ze eigenlijk willen dat mensen van die pilletjes afgaan voor de angsten. Nou ja, die pilletjes zijn niet door deze huisarts voorgeschreven. Ik heb er een poosje terug al een keertje een gesprek over gehad. Dus het verbaasde me een beetje dat er weer zo'n brief binnenkwam. Maar goed, we hadden op dat moment ook zoiets, joh, we leggen het wel even weg voor in het nieuwe jaar, want december is altijd al zo'n drukke maand. En als je dat dan ook nog weer moet doen. Dus daar willen ze een gesprek over. Ik ga ook heel eerlijk zijn. Kijk, ik wil niet van deze pillen af. Het is niet dat mijn angsten compleet weg zijn, ook al slik ik deze pillen, verre van. Ik bedoel, het wordt wel een stuk minder onderdrukt, maar dat zijn weer een andere soort angsten als een straatvrees. Want die straatvrees, daar helpt het niet bij. Maar ja, bij andere angsten helpt het gewoon wel een stuk beter. Dus ik sta er niet voor open om ervan af te gaan. Ook omdat ik me nu gewoon goed voel. En ik heb zoiets van, ja weet je, het gaat nu gewoon allemaal, het loopt wel lekker. En als je dan weer van zo'n pilletje af moet, ik weet niet waar ik in terecht kom. Zometeen val je weer terug en zit je er weer heel slecht bij. Vooral omdat ik van best wel ver ben gekomen. Maar dat was ver voordat ik vlogde. Dus nee, ik sta er niet voor open om ervan af te gaan. Maar ik hoop gewoon echt dat ze dat begrijpen. En daar zie ik gewoon een klein beetje tegenop. Weet je, dat soms in dat ze zeggen van, ja, nou ja, goed, maar we willen gewoon dat je ervan afgaat. En ik snap het aan de ene kant wel, want het zijn verslavende pilletjes. Maar ik maak er geen misbruik van, want ik slik er gewoon keurig eentje per dag. Als de angsten heel erg zouden zijn op een moment, mag ik er nog eentje nemen. Maar ik heb er gewoon eentje per dag die ik gewoon slik. En dan gaat het gewoon goed mee. Dus ik hoop gewoon op een goede uitkomst. We gaan even boodschappen doen en we gaan als goed is ook even naar de Action. Dus dat is de planning. Ik ga jullie sowieso wel eventjes meenemen. Ik ga nu even stofzuigen en de bakken scheppen en even de tassen klaar zitten en schoenen pakken. Dat is ook wel handig. En dan ga ik straks de deur uit. Dus ik zie jullie sowieso weer als ik terug ben. Oké, terug van de boodschappen. Vrij laat. Ik heb even wat dingen gehaald. Die ga ik jullie laten zien. Allereerst weer de page. Die heb ik meegenomen. Die was weer in de actie. Dus die heb ik gekocht. Mijn moeder die zit er even ondertussen. Ik heb spinazie gekocht. Boontjes. Aardappeltjes. Patatjes en rostirondjes. Ik ben heel even bij de Hema geweest. Daar heb ik een setje met bakjes gekocht. Ik wil de douche een beetje reorganiseren. En ook deze. Er hoort dus een dopje bij, maar die komen we meteen wel tegen. Oh, die zit hier niet. Een schadelab voor runde riplab voor zondag. Keukenrol. Slaafvinken, drie shootjes. Ik ga straks even soepje maken. Dus ik heb even gezeefde tomaten. Remia frietsaus. Deze, de chocomelk. Dan heb ik hier ook de latte opschuimmelk weer. Ik zie hier mijn deksel. Die hoort dus bij het potje. Kunnen grote wattenschijfjes in. Mondwater. Spekjes van Gijs. Speklapjes voor maandag. Soepballetjes.
een broodje voor bij mijn soep. En deze kattenvoer. En een hele grote zak met kattenbrokken. Dat heb ik allemaal gekocht. Ga ik ze even opruimen. Hoe het bij de dokter was. Nou goed, het gesprek ging goed. Ik mag de medicatie blijven gebruiken. Ze begreep het gelukkig helemaal, dus er is geen probleem. Mijn rug. Ik sta helemaal stijf. Dat wist ik ook. Die spieren zijn helemaal stijf. Ik moest ook wel dingen doen. Toen zei ze, nou je bent wel lenig. Dus ik heb nu wat oefeningen gekregen die ik erbij kan gaan doen naast het sporten. In de hoop dat het beter wordt. Als het echt niet beter wordt, dan zou ik toch naar een fysio moeten. Maar voor nu ga ik dat eerst proberen. Dus ja, op zich was dat ook wel prima. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker douchen. Bij de Action ben ik ook wel weer goed geslaagd overigens. Dus dat was ook wel weer leuk. Dan ga ik eventjes eten maken. Vanavond ga ik even meester Frank Visser kijken. Ik denk nog even Fortnite doen, maar je hebt ook Ajax. Dus Ajax wil ik ook kijken. Ik ga de laatste aflevering van de Serpent kijken. En weer Dr. Tinus. Dus dat wordt het ook. En ik denk mijn boek uitlezen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dus dat is het even voor nu. Ik ga even opruimen en even lekker douchen. Dus ik zie jullie morgen weer. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 27 januari. Ik ben klaargemaakt. Het was een pittig ochtendje. Nou ja, niet pittig voor mij, maar er was even wat heftigs gebeurd. Ik lag in bed en ik zat een beetje op zo'n punt van wakker worden en nog half in slaap. En ik voelde ik dus dat ik naar de wc toe moest. Maar ik werd eigenlijk wakker van een sirene. Nou is het zo, ik kan de sirenes eigenlijk nooit uit elkaar houden. Dus ik hoor niet of het nou een brandweer is, een ambulance of een politie. Dus ik hoorde dat niet, maar ik hoorde die sirene. Nou ja, goed, dat is op zich niet een geluid wat heel onbekend is, want dat hoor je natuurlijk wel vaker. Maar dat geluid kwam steeds dichterbij. En op een gegeven moment hoor ik dus letterlijk dat hij dus bij mij door de straat rijdt. En hij stopt ineens. Ik denk, holy shit. Dus nou ja, toch maar eventjes droogruim omhoog gedaan op de slaapkamer om te kijken. En daar stond een brandweer. En wat bleek dus, ik kijk zeg maar als ik op mijn slaapkamer sta, kijk ik op een reeks huizen. En een van die huizen, daar was dus brand. Nou ja, de brandweer ging gelijk blussen en ze waren vrij snel klaar. Dus ik denk ergens dat het gelukkig nog meegevallen is. Ik heb het idee dat er gelukkig ook geen gewonden zijn gevallen. Ik heb geen ambulance of wat gezien. Ik weet niet of er mensen thuis waren toen het gebeurde of wat dan ook. De brandweer die was ook al vrij snel in de woning. Die zette de ramen open en er was wat politie bij. Maar eigenlijk hadden ze het gelukkig vrij snel onder controle. Maar het kwam eventjes gewoon heel dichtbij. En ik dacht van, ach, jeetje, wel heftig zeg. Dus ja, het is te hopen voor die mensen dat het gewoon allemaal meevalt en dat ze weer snel in hun huis kunnen. Want ja, dat is toch het liefste wat je wil. Maar ik weet verder ook niet hoe het erbij staat of zo. Dus dat. Ik had een gratis ringmeter besteld. Nou is het envelopje met het briefje binnengekomen, maar de ringmeter zit er niet in. Die envelop was gescheurd of die is eruit gevallen of wat dan ook. Dus die zat er niet in. Nou ja, gisteravond heb ik meester Frank Visser gekeken. Ging er ook best wel heftig aan toe, moet ik zeggen. Er was, buren die hadden ruzie. De ene buren die hadden het huis ook al te koop staan. Maar die stond echt op het punt om die buurvrouw een slag in het gezicht te geven. Ik vond het best wel pittig. Ik heb ook Ajax gekeken. Nou, dat was weer om te janken gewoon. Ze moesten tegen Volendam. Volendam staat op het punt van degradatie. Dus je denkt, Ajax moet dit kunnen winnen. Er hingen heel veel supporters, hadden spandoeken meegenomen met rot op Schreuder. Schreuder is de trainer van Ajax. En toen scoorde Volendam. En het duurde heel lang voordat Ajax ook een doelpunt maakte en ze hem gelijk trokken. Dus Ajax was gewoon weer super slecht, want we hebben weer maar één punt. En dat tegen een degradatiekandidaat, ja dat kan gewoon niet. Je bent Ajax, je moet dit soort wedstrijden winnen. Eventjes later komt het bericht naar buiten dat Schreuder ontslagen is. Dus Ajax zit nu zonder trainer. Ik had het er toevallig nog even met iemand over. En ik zei wel van, nou, ik denk dat hij er dit weekend nog wel bij zal zijn. En ik denk volgend weekend niet meer. Maar diegene zei tegen mij van, nou, hij is al weg. Hij is ontslagen. En ik zeg, nee joh, ben je niet.
En inderdaad, toen kwam het nieuwsbericht van nu ook naar buiten. Die zei ook van, ja, hij is weg. Dus ja, hoe ze het zondag gaan oplossen, ik heb geen idee. Op zoek naar een nieuwe trainer. De Boer gaat het sowieso niet doen, is er al gezegd. Ja, wie het gaat worden, dat is afwachten. Ik ben ook heel benieuwd wie de zondag gaat zitten voor Ajax. Voor de morele steun in ieder geval. We gaan het zien. Verder dacht ik gisteravond dat ik al de laatste aflevering van de Serpente had. Maar die is vanavond, dus ik heb er lekker nog eentje. Dus daar heb ik weer van naar gekeken. Ik heb Dr. Tienes gekeken. Ik ben in een nieuw boek begonnen. En ik heb uiteraard de foto's bewerkt. En ik ben weer even verder gegaan met het persbericht van Essence. Goed, voor mij is het nu tijd om even de strijkbout erbij te pakken en de plank. Want ik moet even strijken, want ik heb best wel weer wat. Dus dat ga ik mooi eventjes doen. Muziekje aanzetten, dus ik ga jullie gewoon even meenemen. Ik denk dat ik daarna nog even iets creatiefs ga doen. Ik ga eerst even de stofzuiger erin trekken en dan ga ik even alle spullen erbij pakken om te gaan strijken. Is weer weg. Dat is altijd wel weer lekker. Ik merk wel dat ik het soms toch iets te ver laat oplopen. Ik zou het gewoon iets minder vol moeten laten lopen. Maar ja, ik ben ook zo iemand nu met de stroom. Ik wil dan ook niet voor een paar stukjes zeg maar de strijkbout aanzetten. Maar ik heb de dekbedhoezen allemaal weer gestreken. Dus die kunnen allemaal weer lekker de kast in. Even wat jasjes. Ik had een blouseje. En wat theedoeken en een pyjama van de Primark die ik daar laatst had gekocht. Die vond ik toch wel erg kneuterig. En ondanks dat ik hem draag en niemand ziet het, vind ik het toch voor mezelf een fijn gevoel als die glad is. Zijn jullie mensen die veel strijken? Ik doe het eigenlijk niet vaak genoeg. Ik merkte ook dat het nu echt wel weer gewoon voor mijn rug dan weer funest is. En ik heb er een beetje naar zitten kijken. Misschien dat ik een speciaal hoofdkussen wil kopen. Want ik heb dus kussens gezien die schijnen ook echt heel goed te zijn tegen nekpijn. Want mijn nek is ook heel, heel stijf. En ik merk gewoon dit kussen. Ik heb heel veel schrik wel van dit kussen. Maar als ik hem lekker zeg maar gewoon opbol. Dat ik hem echt lekker bol maak. En mijn hoofd landt erop. Dan zakt hij heel snel weer in. En ik weet gewoon eigenlijk niet zo goed. Ik heb het idee dat het gewoon niet helemaal het juiste hoofdkussen is voor mijn klachten. Maar daar wil ik even naar kijken. Maar je hebt zoveel verschillende soorten dat ik het een beetje lastig vind om een keuze te maken van ja, wat is dan goed? Dus dat is wel even iets wat ik na wil kijken een beetje. Maar in ieder geval, alles is weer weg. De katten hebben net lekker hun eten op. Ik heb even de droger aangezet, want ik had toch nog een paar dingen die nog niet droog waren. Ik ben er nou wel een beetje klaar mee.
Dus dat. Ja, vanavond wil ik even wat dingen terugkijken. Ik wil sowieso even down the road terugkijken en eventjes mijn huis op orde. Want ik wil eigenlijk even ook VI zien. Want ik ben heel erg benieuwd wat hun te melden hebben over Ajax en eventueel de laatste nieuwsstanden. Ik wil eigenlijk ook nog wel even Fortnite doen. Dus ik ga gewoon tussendoor even wat dingetjes doen. Ik moet de video in elkaar zetten. Ik moet mijn blogpost schrijven. Ik ga lekker de serpent uitkijken. En vanavond is het weer tijd voor Angela Black. En daar heb ik ook wel weer zin in. Nu ga ik in ieder geval even lekker relaxen. Want mijn rug die heeft gewoon nu even nodig. En ik moet ook gewoon vaker even die rust pakken. En ja, in de hoop dat het dan beter gaat. Ik mag wel best wel regelmatig paracetamol ook slikken voor de pijn. Maar het is ja, sinds het is gewoon weer even wat erger geworden. Maar het komt goed. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen dan tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 28 januari. Ik ben klaargemaakt. De zon schijnt weer eens. Ik ga gewoon even wennen. Gisteravond heb ik programma's teruggekeken, Down the Road. Daar was een beetje wrijving onderling, want ze hadden wat ruzies. Wie waar mocht slapen. Uiteindelijk wel opgelost. Ik heb even mijn huis op orde teruggekeken. Ik heb even Fortnite gespeeld en ik heb even een stuk van Vandaag in Sight gezien. Omdat ik eigenlijk heel erg benieuwd was hoe hun tegen het hele Ajax gebeuren aankeken. Nou ja, ze spraken op zich wel schande van het feit dat de supporters Schreuder zou hebben weggestemd en weggeschreeuwd eigenlijk. Ja, Mickey. Uiteindelijk is het natuurlijk een keuze geweest van de directie. Voor nu begrijp ik dat Heitinga op zich gaat nemen. Zie ik dit gebeuren? Heel eerlijk gezegd niet. Hij is nog niet al heel erg lang gestopt met voetballen. Ik denk dat hij wat te jong is. Ik denk dat je wel iemand moet hebben die gewoon echt een beetje wat ervan weet. En weet je, voor zo'n iemand is het leuk. Je bent gestopt met voetbal. Je wilt misschien wat blijven doen in de voetbal om een jeugdelftal of zo te trainen in de club waar je zelf gezeten hebt. Maar het eerste is toch wel even wat anders. Dus ik denk wel dat het iets duidelijk gaat zijn. Want er worden wel namen genoemd wie ze graag zouden willen hebben. Maar er heeft zich eigenlijk nog niemand echt concreet gemeld wat ik begrijp. We gaan het morgen zien. Ik heb de video in elkaar gezet, ik heb mijn blogpost geschreven en toen ben ik de laatste aflevering van The Serpent gaan kijken. En na het zien van deze serie blijf ik met een aantal vragen zitten die ik eigenlijk niet helemaal kan weerleggen. Allereerst, hij is dus getrouwd geweest met een vrouw. Die is hij op een gegeven moment gaan opzoeken omdat hij zijn dochter wil zien. Die geeft eigenlijk heel duidelijk aan, ik wil niks meer met jou te maken hebben. Jaren later is hij op wonderbare wijze is hij weer vrij. Geeft hij een interview in Frankrijk waarin hij zegt, ik ben gewoon een vrij man, want niemand kan me weer wat maken. Ik ben vrijgesproken van alles. Hij is heel blij. Daar is dus weer die vrouw bij. Dus ik begrijp niet waar zij in één keer weer vandaan komt. Hoe hij dat weer voor elkaar heeft gekregen. Dan besluit hij toch een aantal jaar later terug te gaan naar het land waar het allemaal begonnen is. Volgens mij was het India. Daar laat hij expliciet een foto van zichzelf maken bij een bord waarin duidelijk op staat waar hij is. En hij weet dat die foto in de krant komt. Je ziet hem op een gegeven moment een krantje lezen in een hotel. En hij zit er gewoon op te wachten dat de politie hem komt halen. Maar goed, hij is daar heel zelfverzekerd van. Ik word toch niet gepakt. Jullie kunnen mij niks meer maken. Ja, en dan heb je Herman Knippenberg die toch altijd de dossiers allemaal heeft bijgehouden. Die op een gegeven moment zijn dossiers moest inleveren, maar alles heeft gekopieerd. En kan aantonen dat hij wel degelijk op het moment wat ze hem willen verwijten of eigenlijk willen te lasten willen leggen, daar bewijs voor is. En hij gaat de cel in. Dan denk ik van, maar waarom ben je dan teruggegaan naar dat land, weet je? Wilde je gewoon eventjes het mannetje uithangen om te zeggen van, nou, jullie kunnen me toch niks meer maken. Maar goed, hij was natuurlijk niet bewust op het feit dat mensen hem niet vergeten waren. En ja,
Ik snap het niet. Ik snap niet waarom je dan terug gaat naar zo'n land. Maar oké, zulke mensen kun je überhaupt niet begrijpen. Maar het is niet dat ik helemaal vrij ben van vragen nu. Ik heb ook Angela Black gekeken. En waar het me eerst allemaal helemaal duidelijk leek, lijkt het nu een hele andere wending te krijgen. Dus daar zit ik ook met wat vragen. Maar goed, deze serie is nog niet afgelopen. Daar ga ik vanavond wel weer naar verder kijken. Ik ga zo stofzuigen en eventjes de bakken scheppen. Ik moet de kwast even wassen en ik wil eventjes boven nog wat doen. En ik ga eventjes in mijn blogboek werken. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ik probeer jullie gewoon weer eventjes mee te nemen. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Zo, ik heb even lekker alle klusjes gedaan die ik wilde doen. Ik heb lekker de kwasten weer schoon. Ik heb ook even boven de was opgeruimd. Dat was ook wel fijn. Dus dat is allemaal wel weer fijn gelukt. Dus ja, dat was eigenlijk allemaal wel weer top. Nu hoef ik niet zo heel veel meer te doen. Qua opruimen van de was, dus dat is wel fijn. Boven ook alweer het een en het ander opgeruimd, dus dat was ook wel lekker. Nu ga ik zometeen gewoon eventjes lekker relaxen. Straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je, wie weet ik veel, daar ga ik aan meedoen. Ik weet niet of het heel goed gaat, maar dat gaan we wel zien. Verder ga ik. Ik denk. Gewoon nog even gamen, want er is verder niet zo heel veel. Ik ga vanavond het grootste gedeelte van de vlog al in elkaar zetten, dus dat is ook altijd wel weer lekker.
Dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitkiezen. Ik heb echt nog geen idee welke. Ik zit eigenlijk wel weer te kijken, misschien iets met ja, echt gebeurd. Maar ik moet even uitzoeken wat er in mijn straatje past en waar ik zin in heb. Ik ga sowieso wel weer naar Angela Black kijken. Dus dat wordt wel weer heel erg leuk. Dus dat ga ik gewoon allemaal wel eventjes bekijken. Dus ik ga het wel eventjes zien. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Ik heb het nu weer wat frisser gekregen. Maar goed, dat komt wel goed. Dus ja, ik zou bij deze dan gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 29 januari. De stream staat aan. Ajax die gaat zo beginnen. Ik ben benieuwd wat we gaan doen. Veel gebeurt natuurlijk de afgelopen dagen. Dus ja, trainer weg. Ik heb net Heitinga gespot. Die zit nu ja, als trainer. Dus we gaan het zien. Hè. We gaan zien wat het gaat doen. Hij kijkt heel serieus. Dat zie ik wel. Ik ben gisteren nogal geschrokken. Ik was even een beetje aan het scrollen door social media. En toen las ik dus dat een actrice van Rozengeur en Wodka Lijm overleden was. Ghislaine Biri heette zij. Zij heeft heel lang de rol van Babette van Woensel vertolkt daar. En die was pas 53 en is dus overleden. Zij was ziek. Maar dat is eigenlijk nooit naar buiten gebracht. Dus ik kwam best wel als een schok. Want ik las dat ineens en ik zat echt zo... Oh, wat erg. Dus ja, dat was wel eventjes schrikken. Dat, ja, dat verwacht je dan niet. Maar goed, ik heb gisteravond weer weet ik veel gedaan. 6,4 gehaald. Ik mocht weer trots zijn. Ik ja, heb het best op zich best wel goed gedaan. Dus wat dat betreft was ik daar wel weer blij mee. Ik heb nog even Fortnite gedaan. Ik was tweede. Ik moest echt nog één iemand. En toen dacht ik, chips, dit is wel jammer. Toen ben ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gaan zetten. Dat ging verder ook wel prima. Ik heb het artikel van Essence afgemaakt. Die staat inmiddels online. Dat is een persartikel, zeg maar. En toen heb ik een nieuwe Netflix-serie uitgezocht. Ik weet even uit mijn hoofd niet meer hoe die heet. Ik zal even de naam in beeld neerzetten. Op zich ook wel. Ik dacht van wow, ik moest eerst even wennen. Maar het werd toch wel spannend. Dus ik ben wel erg benieuwd. En daarna heb ik weer Angela Black gekeken. En dat was verder ook alweer heel spannend. Maar wat ik dus eigenlijk gisteren ook al zei. Heel anders als ik in het begin had verwacht. Dus ja, dat was eigenlijk verder de avond. Ik ga zo even stofzuigen. Ik moet nog wel even de groenten afhalen. En misschien nog even de was tussendoor een beetje opvouwen. En straks even foto's maken. Dus ik zal straks even laten zien waar ik foto's van ga maken. Ik ga nu eerst eventjes kijken wat Ajax gaat doen. Want heb ik heel veel vertrouwen? Nee, maar we gaan het wel zien. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu de planning. Zo, ik heb eventjes spullen gepakt voor de foto's. Ik zal even de lamp aandoen, want het is een beetje donker. Ajax staat inmiddels met 2-1 voor, dus dat is wel lekker. Maar goed, ik zal even de spullen laten zien. Ik heb hier allereerst een All Matte Shine Control Banana Shade Powder van Catrice. Dat is deze. Dan heb ik een mascara van de Smoky Eye Mineraal Mascara in een waterproof variant. Ik ben benieuwd of dat gaat werken. En dan heb ik de Hux & Teddy collectie. Ik heb hier allereerst het oog- en gezichtspaletten. Hier komt trouwens een extra video van online. De Plumping Lip Gloss. Met bijpassend lippotlood. Hier de nagellak. Dan hebben we hier de scrunchie. Die zo'n lekker teddy vachtje heeft. En ik heb nog nagelstickertjes. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. En ondertussen even verder kijken naar Ajax. Ik heb mijn vlees al even opgezet. Dat is nu heerlijk aan het sudderen. Ik hoop wel dat er een beetje vet aan zit. Dat vind ik wel lekker. Ik zal hem straks ook nog eventjes een keertje omdraaien. Maar dit suddert dan nog een poosje zo lekker door. Nou, de wedstrijd is inmiddels afgelopen. Ik ben wel weer blij, want we hebben gewonnen. 4-1 uiteindelijk, of 1-4 omdat we uitspeelden. Ik baalde wel even toen het 1-1 werd, maar gelukkig wist Ajax het nog eventjes wat op te krikken. En dat hadden ze ook wel echt even nodig. En ik had al gezegd, ik zeg, ik ga wel heel erg lachen als ze nou vandaag wel zouden winnen. Omdat het dus de afgelopen tijd niet is gelukt. En je ziet het eigenlijk, deze trainer is weg. Ze krijgen iemand anders en ze winnen. Of we de reeks vast gaan houden is natuurlijk de vraag. Maar voor nu is het in ieder geval wel ook weer voor hun denk ik een lekkere opsteker. Ik ga
ga vanavond wel even sport terugkijken, want ik moest via de stream kijken. En dat is nooit zo heel fijn, want zo'n stream die knalt er nog wel eens uit. Dus dan mis je soms stukjes. Dus ja, ik ga dat nog wel eventjes terugkijken, maar ik ben wel weer heel blij. De foto's zijn gemaakt. Ik heb de katten net eten gegeven. Die zijn zo goed als klaar. Dus dat is ook wel weer fijn. Ik moet nog even wachten tot de lampen zijn afgekoeld van de foto's. Zodat ik die kan opruimen. Nou, het vlees staat dus al lekker op. Dus dat is eigenlijk allemaal wel prima. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker warm douchen. Want ik heb het weer heel erg koud. Vanavond, ik heb volgens mij nog een aflevering van Mordechai die ik nog even kan kijken. Ik wil sowieso even Steegman op de Bres zien. Maar verder in die tussentijd is er niet zoveel. Dus kan ik nog mooi eventjes een spelletje doen. Ik ga mijn nagels even doen. Ik moet vanavond foto's bewerken. En ik heb eigenlijk nog wat andere dingen die ik moet doen op de laptop. Dus ik wil eigenlijk nog een persbericht in elkaar zetten. Maar goed, ik kijk wel even hoe ver ik kom. Dan ga ik weer verder met mijn Netflix-serie. En vanavond weer Dr. Tinus. Dus dat wordt het verder ook. Dus gewoon even lekker relaxed. Maar nu eerst eventjes lekker, even wat drinken en dan eventjes relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 30 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb de verwarming een tikkeltje aangedaan, want het was toch wel erg fris. En ik heb het nu zelf ook wel weer koud, maar ik krijg het vanzelf wel warm, want ik ga zometeen toch weer wat dingen doen. Ik heb gisteravond even een moordossier teruggekeken. Het was een vrij recente zaak. Het ging over Ivana Smit. Dat meisje, dat was model. En is toen in het buitenland, daar waar ze woonde, is er van een balkon gevallen van 42 meter hoog. En de grote vraag blijft dus eigenlijk of het een ongeluk is of dat zij vermoord is. En die ouders gaan toch eigenlijk wel echt uit van moord. Maar dat was allemaal een heel gedoe, want die ouders die zijn dus afgereisd. Ze hadden een paar dagen geen contact met haar gehad. En nou ja, toen zijn ze er via haar vriend achtergekomen dat ze dus overleden was. Toen zijn ze naar dat land afgereisd. Die ouders waren ook zelf in beeld om hun verhaal te doen. Maar de autoriteiten daar die wilden eigenlijk heel snel dit onderzoek afronden. En die hadden zoiets van, het lichaam wordt pas vrijgegeven. Dus mochten ze pas mee naar Nederland nemen als hun zouden tekenen. Maar dat weigerden ze, want ze zeggen van nee, we willen gewoon niet dat het zo afgedaan wordt. Tot op de dag van vandaag is deze zaak eigenlijk nog steeds niet opgelost. Daarna heb ik Alberto gekeken, die begon nu om 9:30. De laatste weken begon hij steeds om 10 uur, maar nu was het om 9:30. Ja, ook wel heftig. Ging over mensen die hadden een autozaak. En ze hadden al een paar keer een auto verkocht aan deze persoon, dus hij kwam weer voor een auto. Maar kon op dat moment het geld niet aftikken. Dus toen had hij als onderpand zijn bus neergezet. En die bus die is later dus in beslag genomen. Want die scheen dus helemaal niet van hem te zijn. Maar hij reed nog steeds in je auto rond. En hun moesten nog 77.000 euro hebben of zo. Misschien zeg ik het wel verkeerd. Maar in ieder geval, ze moesten nog een hoop geld hebben. En toen zijn ze uiteindelijk die auto gaan ophalen. Maar hij loog ook alles aan elkaar. Want hij gaf weer de man met wie die was de schuld. En dat werd een beetje een over en heen en weer spelletje, zeg maar. Want die andere man die zei, nee, dat probleem ligt bij hem. Dus ja, dat was allemaal een beetje apart. Mijn moeder stuurde net een appje dat ze andere eetkamerstoelen had besteld. Want ze was helemaal niet meer blij met de eetkamerstoelen die ze had. Ze heeft dezelfde set als ik. Eigenlijk, ik heb dezelfde set als mijn moeder. Maar ze vindt die stoelen niet zo heel fijn. Dus nu heeft ze andere gekocht. Ik ben wel benieuwd. Maar goed, dat was op zich verder ook wel interessant. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn deze kleur. Ze zijn mat. Dat is dat lakje van de Hugs & Teddy's collectie. Deze heeft de naam 01 Cozy as a Fluff. Ik moet wel even wennen aan het matte, zeg maar. Want ik ben normaal meer van de glans. En ik moest even wennen aan de kleuropbouw. Maar goed, ik ben benieuwd hoe lang het blijft zitten. Toen ben ik eigenlijk mijn foto's gaan bewerken. Nou, dat ging eigenlijk ook allemaal wel weer vlot. Toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken en daar was ik eventjes helemaal de weg kwijt. Want er ging in één keer een hele andere verhaallijn in. Maar aan het einde werd het wel weer wat duidelijker. Dus ik had op een gegeven moment zoiets, zit ik wel naar de juiste serie te kijken. Maar ik had het wel goed aangeklikt. En daarna heb ik Dr. Tinus gekeken, dus dat was het ook wel. Ik moet zometeen een was draaien.
Daarna moet ik de waterkoker, die moet ook even ontkalkt worden, want er zit zo'n laag kalk in, dat is niet normaal. Ik vulde de laatste dagen zeg maar water vol mijn kruik en er kwam zoveel witte dingetjes uit dat ik dacht, oké, daar hoef ik dus echt geen kuppensoepje uit. Dus die moet ik echt eventjes ontkalken en ik hoop dat het lukt. Ik heb hier keihard water, dus ja, de kans is ja, 50%. Ik hoop dat het lukt, ja. En als het echt gewoon niet lukt, zou ik met de tijd een keer een andere moeten hebben. Maar ik hoop dat het lukt. Ik ga het met azijn doen, want het is, je kunt het met de helft natuurazijn en de helft gewoon water. Dus daar wil ik het in ieder geval even mee proberen. Verder moeten de kattenbakken gewoon gedaan worden en de douche en nou ja, de gang. Dus verder is het gewoon meer een beetje de basisdingen. Ik heb ook nog wat andere dingen gefilmd van het weekend. Die zal ik ook even laten zien, maar ik ga jullie in ieder geval gewoon meenemen. Dus muziek aan en eventjes lekker aan de gang. Zo ziet mijn waterkoker er momenteel uit. Als je heel goed kijkt zie je dus dat dit helemaal vol met kalk zit. Dus deze ga ik nu even ontkalken. Dan zullen we straks even zien hoe het eruit ziet. Ik hoop dat het beter wordt, maar op hoop van zegen maar. En de waterkoker is weer helemaal ontkalkt. Zoals je kan zien is alle kalk nu hieruit. Uit wat eerst zo wit was, is nu allemaal weg. Dus hij kan weer eventjes mee. Dat werkt echt heel goed met azijn. Ja, het grootste gedeelte is eraf. Dus ik ben wel weer heel tevreden. Ik heb hem daarna nog even laten koken en nog een keer met water. Zodat echt de azijngeur eruit is. Maar het werkt heel goed. Zo, ik heb het allemaal weer gered. Ik heb de douche een beetje omgegooid. Ik kan ook wel eventjes laten zien. Ik had zeg maar grote handdoeken, die kon ik niet zo goed kwijt. Die heb ik nou hier neergelegd. Kijk, en bovenop is een ruimte, daar komt wat anders, maar dat ga ik binnenkort in de vlog laten zien. Als ik daar mee aan de gang ga. Maar ik vind het wel heel rustig zo. Dus daar ben ik al wel weer blij mee, zeg maar. Ik ben ook heel blij met de waterontkalker, dat die weer, gewoon... niet meer zo wit is, want ik zag recht tegenop dat als het niet zou lukken, maar het is eigenlijk best wel goed gelukt. Dus ik heb dus een voor de helft gevuld met water en de helft azijn en dat heb ik laten doorkoken en toen was hij eigenlijk gewoon weer ontkalkt. Daarna dus nog een keer laten koken, zodat echt de azijngeur eruit is. Er stond ook, je kunt hem ook gewoon omspoelen, maar ik vind dan nog een keer koken toch iets fijner. Dus die ga ik straks weer lekker gebruiken bij kuppensoep. Ik denk trouwens dat je dit ook zou kunnen gebruiken als je een koffiezetapparaat moet ontkoken. Zoals ik heb dan zelf Senseo. Ik weet dat je bijvoorbeeld bij Senseo heb je van die bepaalde zakjes. Maar ja, die zijn best wel duur. Dan heb je volgens mij maar 5 zakjes of zo. Nou is het natuurlijk niet iets wat je heel veel moet doen. Nou ja, dat ligt er natuurlijk aan hoe vaak je koffie drinkt. Ik bedoel, ik drink 1 bakje per dag. En als ik een keer visite heb, zijn het er misschien wat meer. Maar dat komt weinig voor. En natuurazijn, dat kost eigenlijk helemaal niet zo heel veel geld. Dus dat is echt wel een hele goede oplossing. Ik ben in ieder geval blij dat alles weer klaar is. Ik ga nu eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond ga ik Nieuw Amsterdam kijken. En ik denk ook nog wel eventjes gamen. Want daar heb ik nog wel weer eventjes zin in. Ik moet eventjes nog de boekenvideo in elkaar zetten. Die moet morgen online komen. Mijn blogpost schrijven.
Daarna ga ik weer verder met de Netflix-serie. En dan ga ik weer op de tieners kijken. En als straks de was droog is, kan ik die ook in de droge doen. Dus dat is wel fijn. Dus dat is eigenlijk mijn planning voor vanavond. Ik ga in ieder geval jullie dan morgen weer zien. Want ja, nu ga ik verder niks heel erg interessants meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 31 januari. Ik ben klaargemaakt. En ondanks dat ik me leuker wilde kleden, heb ik vandaag toch gekozen voor een vest, omdat ik het wel heel fris heb. Ik heb heel erg last van mijn rug, dus ik dacht, nou, misschien is warmte voor die rug. Dat zeggen ze ook, ja, warmte is goed. En ze zei ook, ja, een douche of een bad. Ja, een bad zou ik heel graag nemen, maar die heb ik niet. Ja, en de douche, weet je, je laat het water wel lekker over je rug lopen, maar je gaat gewoon niet zo heel lang onder de douche staan natuurlijk, omdat het gewoon niet, ja, nu met die prijzen van het gas en zo, ja, doe je dat gewoon niet zo heel lang. Dus ja, ik probeer het nu even met dat warmte. Ik heb de verwarming wel even een tikkeltje aangedaan. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel graden het is buiten. Ik zal eens even kijken. Oh. 8 graden, dus ook niet heel warm. Gisteravond heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. Ik vond het wel weer heel leuk. Ik lees wel dat heel veel mensen zeggen: ik ben blij dat het laatste seizoen is, want er zit niet echt meer een verhaallijn in. Maar ik geniet er eigenlijk nog steeds van. Ik vind het ergens ook wel jammer dat het laatste seizoen is. Maar ik denk ook inderdaad dat je soms moet zeggen: oké, je serie is ten einde, dus het is goed. Ik heb even Fortnite gedaan. Ik was weer eerste geworden. Ik speelde alleen. Dus ik was best wel weer een beetje trots dat ik eerste was geworden als ik alleen speelde. Het is nog steeds niet heel gewoon voor mij als ik dat red. Dus ik was er wel blij mee. Ik heb de video in elkaar gezet die inmiddels online is gekomen. Mijn blogpost geschreven. Ik heb zelfs nog een previewartikel online. Die heb ik ingepland voor aanstaande zondag. Dus wat dat betreft wel weer productief bezig geweest. Ik heb eventjes Netflix-serie gekeken. Waar ik nog steeds niet helemaal lekker in zat. Maar ja, het begint wel steeds meer begrip begint er te komen. Maar het is nog steeds een beetje vaag voor mijn gevoel. En daarna weer even Dr. Tinus gekeken. Dus dat was het ook wel. Ik heb nog een pakketje besteld. Die zal ik jullie even laten zien. Daarna ga ik even stofzuigen, de kattenbak scheppen en een video opnemen. En dan ga ik daarna eventjes Diamond Peter. Maar ik heb nog wat andere dingen gedaan. Die zal ik jullie eventjes laten zien. Maar ik zal eerst even het pakketje laten zien. Nou, het pakket komt van de Lidl webshop. En als muis er even afgaat. Ik heb een rugtas gekocht. En ik zal ook even uitleggen waarom. Ik heb nu in totaal 2 keer een rugtas meegenomen met een uitje. De eerste keer dat was met Slagharen en de tweede keer was naar Utrecht toe met Joppen. En ik heb toen even heel goedkoop een random rugtasje gekocht bij de Kruidvat van geloof ik nog geen 5 euro of zo. En die is op zich wel heel fijn, maar ik merk dat hij niet echt steun geeft. En ja, nu ik zo met mijn rug zit, merk ik gewoon dat ik dat best wel nodig heb. En wat ik heel na vond, is dat hij naar beneden, helemaal naar beneden toe open ging. Dus ik was altijd bang dat ik spullen verloor. Ik heb er dus nu eentje besteld. Ik zal dat even openmaken. Hoe werkt zoiets? Oh, scheuren. Want op de site van de Lidl houdt ze nu rugzakken van Nike. Het is deze. Het hoefde voor mij niet per se een Nike rugtas te wezen, maar die hadden ze. Ik heb hier volgens mij 19 euro voor betaald. En wat ik heel fijn vind aan deze, je had hem in verschillende kleuren. Zwart, rood en blauw, maar zwart was al op. Ik heb nu een rode genomen. Het is dus dit formaatje wat ik heel fijn vind. Hier zit dus een flessenhouder in. Hier kun je een fles in doen. Ik zal even een fles pakken, dan kunnen we even kijken. Even handig. Fles gepakt en die kun je dan hier zo, kijk, zo erin zetten. Dat vond ik wel heel handig. En hij heeft best wel veel vakken. Je hebt hier voorop een vakje. Hier kun je spullen in kwijt. Dan heeft hij gewoon een hoofdvak waar spullen in kunnen. Dat is wel heel fijn. En hier aan de zijkant zit zelfs ook nog een vakje. Hier kun je ook nog dingen in doen. Dus ik vond het wel een hele handige koop. Hij is best wel diep nog.
ook. Dus ik ben er wel blij mee. Ik had hem al een tijdje op het oog en elke keer heb ik hem eigenlijk niet gekocht. En nu heb ik het goed gedaan. Hij is gewoon best wel, ja, goede rugsteun heeft hij en gewoon fijn. Dus ik ben er wel blij mee. Dus als ik dan een dagje wegga, dan heb ik in ieder geval ook een goede rugzak om mee te nemen. Dus dat is wel heel fijn. Dus die heb ik even gekocht. Dus wat ik zeg, het was nu toevallig een Nike. Ik weet niet wat ze staat er ook nog een prijs op wat ze normaal kosten. Nee, er kan 30 liter in. Maar verder staat er niks op. Maar ik vind het wel een fijne rugzak voor een dagje weg. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Dus die heb ik even gekocht. Nu ga ik even met die doen. Zo, inmiddels de lampjes maar aangedaan, want ondanks dat het nog niet donker is, was het best wel een donker dagje, dus vond ik dat het best wel weer kon. De laatste broekjes worden opgesmikkeld. Taartje komt, jij kwam helemaal op, hè, vriend? Taartje lag gisteren zo lief. Ik heb een foto gemaakt. Zal hem eens even bijpakken. Taartje had het koud. Die lag zo bij mij. Zo, onder het kleedje was ze gekropen. Ja, en zo. Die lag, ja, die had het gewoon denk ik koud. Dus die lag lekker warm. En dat pootje stak er dan zo mooi uit. Was wel heel schattig. Wow. Gaan we nog scherp stellen? Ik heb in ieder geval de video er weer op staan. Ik heb nog even duim en been in gedaan. Nog even wat dingen opgeruimd. Gelijk de producten ook die ik dus had laten zien opgeruimd. Dat is altijd wel fijn. Maar toen nog even duim en been in gedaan. Dat ging ook eigenlijk wel lekker gewoon. Even lekker rustig. Maar ik hou het gewoon niet zo lang vol. Omdat ik ook, ja, met die houding zit. Dus sommige mensen kunnen dat uren achter elkaar doen. En ik snap het. Maar mij lukt dat vanwege lichamelijke klachten dus niet. Maar goed, dit was prima zo. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is het gewoon weer tijd voor Married at First Sight.
ben wel benieuwd hoe dat een beetje weer verder gaat. Het laatste koppel staat volgens mij nu op het punt om te gaan trouwen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat verder een beetje uitpakt. Ik denk dat ik nog even Fortnite wil gaan spelen. Ik wil sowieso de vlog afmaken en even foto's bewerken. Dan ga ik verder met de Netflix-serie. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel afleveringen deze heeft. Zal ik vanavond gelijk ook eens even naar kijken. En daarna ga ik eventjes nog Dr. Tinus kijken. Dus dat wordt het verder ook. Dus niet heel veel spectaculairs. Maar nu zo eventjes lekker warm onder een kleedje relaxen. Want ik heb het toch best wel koud. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je dus niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje ook omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je gewoon bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!